Mijn naam is Feva Abels. Ik ben 20 jaar en ik woon hier in Zuid-Leeuw. Mijn hobby's zijn eigenlijk dansen. Dat is eigenlijk een passie van mij, wat ik heel graag doe. Ik heb gestudeerd voor thuis- en bejaardenzorg, maar ik ben nu momenteel aan het werk in een psychiatrisch centrum in Aster. Nee, eigenlijk niet, want eigenlijk moet je daar ook mensen helpen eten geven, wassen, veel verzorgende taken doen. En dat doe je eigenlijk in een rusthof, doe je dat ook. Ja, ik vind dat zeer leuk om te doen. Dat is echt iets wat ik heel graag doe. Waarom doe ik mee? Natuurlijk voor ten eerste nieuwe meisjes leren te kennen. Het is nu een heel fijne groep, allemaal toffe meisjes, dus heel veel plezier. Eigenlijk voor dit ook een groepsgevoel te creëren. Kim Delmot die heeft mij eigenlijk aangesproken voor deze misverkiezing te doen. Het leek me, ja, Walsberger, niemand kent het, niet in de omstreken Sint-Truij, alleen maar in de omgeving Linter. Ik zelf wist zelfs niet dat het eigenlijk over bier ging. Maar eigenlijk is het zeer leuk en heel interessant om nog meer over dat bier te weten te komen. Dus je hebt drie soorten bier, dat is eigenlijk de Walsberger Blond, Walsberger Triple en de Walsberger Dubbel. Dus het zijn eigenlijk één blonde en twee donkere. Nee, want ik ben niet echt een drinker. Wel, ik ben een heel sociaal iemand, dus ze hebben mij ergens, dus ik kan gemakkelijk wel mensen aanspreken. Dat was vroeger eigenlijk niet zo. Ik ben ook een heel open persoon, een heel behulpzame persoon. Ik zal mensen helpen, proberen te helpen wat ik kan. Dus ze kunnen bij mij altijd terecht, de deur staat altijd open voor hun. Een mis moet eigenlijk ook wel een goed lachje zijn. Het moet goed overkomen en ik denk wel dat ik daarvoor bestemd ben. Plezantster karakter. En wel, ik heb nu samen met een meisje, zijn we naar de kapper geweest en we zijn er gewoon, als de muziek start, beginnen gewoon te dansen daaruit en gewoon echt gewoon uit de bol te gaan. Negatieve kantjes, stress eigenlijk. Maar uiteindelijk kan ik daar ook wel goed mee omgaan. We hebben nu al mediatrainingen gehad, waartoe ze gezegd hebben hoe je eigenlijk met stress kunt omgaan. En je moet eigenlijk wel elke dag doen en dat helpt ook wel heel veel. Dus. Je moet gewoon voor de spiegel gaan staan of ergens gaan staan, je legt gewoon je hand op je buik en je duwt daarop en je ademt dus heel goed diep in en uit. En dan voelt je wel dat je eigenlijk relaxed. We hebben dus ook de danslessen gehad vandaag, defilés gehad. We hebben zelfs twee fotoshoots gehad, de biershoot van Miss Walsberger en natuurlijk ook een candy shoot rond het thema snoep, voor het even duidelijk te maken. We zijn zo al naar de kapper geweest en zo. Nu, volgende week, gaan wij nog kleding passen van de Infernio. Krijgen we ook de schoenen. Wij zijn ook naar Mode Ariane geweest in Sint-Truiden om ons avondkleed te gaan passen. En dan vrijdag de 14e is de generale repetitie. En de 21e is het de finale. Oh, het leukste alles eigenlijk. Allee, ja, vooral de vriendschap wat we nu al hebben opgebouwd met die meisjes. En al die activiteiten wat we al gedaan hebben en wat we nog gaan doen, dat vind ik allemaal zeer leuk. Eigenlijk van iedereen, eigenlijk van mijn familie en van mijn vriend. En ook van vrienden wel die al achter mij stonden, dus die steunen mij wel enorm. Oh ja, je ziet wel als ik nu iets post eigenlijk op Facebook, op mijn pagina of zo, dan zie je wel dat ze ook dat delen. En gelijk nu hebben ze tot de 7 augustus heb je kunnen stemmen op een poll. Ziet je ook wel dat iedereen gestemd heeft en dat eigenlijk allemaal doorvertelt. Stem op Feva, dat ze dat kan winnen. Dat vond ik eigenlijk wel heel lief van hen. Super Feva, bedankt voor het interview. Ik wens je in ieder geval nog heel veel succes hoor. Dankjewel.